Ongemotiveerde mensen. Mensen die gewoon absoluut niet aan het werk willen. En die eigenlijk gewoon de hele dagen thuis zitten op de bank achter de televisie. Ja, op witte stoeltjes in de voortuin. Dat soort mensen eigenlijk. Uit een onderzoek van de SP onder bijstandsgerechtigden blijkt dat er een negatieve gedachte heerst over mensen in de bijstand. 63% van de bijstandsgerechtigden krijgt regelmatig te horen dat ze niet willen werken en profiteren van de samenleving. Stagiaires Maatje en Ronaldo van de cliëntenraad in Deventer hadden 3 maanden geleden, voordat ze begonnen met de stage, ook negatieve vooroordelen over mensen in de bijstand. Totdat ze met mensen in de bijstand te maken kregen. Maar hoe zijn ze aan die negatieve gedachten gekomen? Een stukje onwetendheid, denk ik. Je hoort heel veel van vrienden wat zij ervan vinden en dan ga je dan een beetje in mee. En ja, het is moeilijk om mijn eigen mening te vormen als je er nooit mee te maken hebt gehad. Ik denk door mijn omgeving. Bij ons in de buurt is het vooral hard werken voor je geld. En ik denk ook door de media. De media schept een verkeerd beeld over de bijstand mensen. Ja, ik denk dat als je het niet in je omgeving hebt, dat je naar de media luistert. En als dat beeld verkeerd is, dat jij die mening ook krijgt. Maatje en Ronaldo geven aan dat mensen uit hun omgeving de negatieve gedachten niet kunnen beargumenteren en deze gedachten alleen maar hebben omdat ze er zelf nog nooit mee te maken hebben gehad. Piet Hofman zet zich in voor mensen in de bijstand sinds hij met pensioen is. Volgens hem zitten er door de crisis bijna alleen maar mensen in de bijstand die graag willen werken, maar niet aan een baan kunnen komen. De negatieve gedachte over mensen in de bijstand is jaren geleden ontstaan, maar volgens Hofman is dat op dit moment niet meer terecht. De negatieve gedachte is ontstaan vanuit het idee dat heel veel mensen het idee hebben van, ja, iemand zit in de bijstand en hij of zij doet er niet wat voor. En op dit moment is dat een stukje moeilijker, maar vanuit het verleden was dat gewoon ook wel heel makkelijk, dat je inderdaad bijstand kreeg. En mensen die vertelden dat dan ook gewoon op het verjaardagsfeestje van, ja, ik heb het ook goed en ik hoef er niet voor te werken. Dus waarom zou ik? Wanneer is je negatieve gedachte veranderd? Eigenlijk de eerste dag dat ik hier ging werken, de eerste cliënt die ik hielp, dat was voor een uitkering aanvraag. En die was eigenlijk al heel positief, die wilde heel graag gaan werken. En de tweede afspraak die ik daarna had, dat was eigenlijk, die bevestigde dat meteen. Nou, na de eerste week al dat ik eerst thuis liep, was die mening totaal veranderd. Je ziet dat de mensen helemaal niet lui zijn, dat de mensen helemaal niet willen. 9 van de 10 mensen kan er niks aan doen, is mijn mening. Het is moeilijker op dit moment om in de bijstand te komen. Kijk, de regels zijn gewoon op allerlei wijze verzwaard. Je krijgt minder snel inderdaad bijstand. En je moet er ook als je erin zit, maar ook in die periode daarnaartoe, moet je er echt alles aan doen in feite om daar niet in te komen. En dat wordt ook gewoon gestimuleerd. Je moet echt op zoek naar werk. Je moet werk maken om inderdaad weer een baan, een werk te vinden. Ja, het is wel een beetje confronterend, omdat je gewoon je eigen mening, dat is, ja, die wordt eigenlijk gewoon keihard de grond in gestampt, om het zo maar te zeggen. Maar goed, het is wel mooi om te zien dat die mensen dus eigenlijk heel anders zijn dan dat de meeste mensen ook al denken. En in deze tijd is het gewoon heel lastig om eruit te komen. Kijk, ondanks het feit dat je er alles aan moet doen, alles aan moet blijven doen, er is gewoon te weinig werk, is het gewoon lastig om er maar zo heel snel uit te komen. Maar goed, er zijn positieve voorbeelden dat het wel lukt. Maar veelal is het lastig. Die negatieve gedachten die zitten nog wel. Dat komt omdat er eigenlijk altijd wel een klein groepje mensen is die gewoon niet gemotiveerd zijn. Die eigenlijk geen toekomstperspectief meer hebben omdat ze al zo lang in de bijstand zitten. Ja, dan spreek ik denk ik over 1 op de 20 mensen die ongemotiveerd zijn. En de negatieve gedachte die ik had over mensen in de bijstand is eigenlijk bijna niet meer terug te vinden. Het zijn ook gewoon mensen net als ons die graag willen werken, solliciteren. En natuurlijk zit er altijd een kleine groep bij die het misschien niet wil of die het verpesten. En dat die de overhand hebben in de media is gewoon jammer.